Eliza, finaliste Queen of the Models 2020. En op 3 mei hebben wij onze eerste online workshop gehad. Wegens corona konden we niet samenkomen met de 22 meisjes. Dus heeft Steven en Nicole bedacht om het online te doen. Ready? Evelien of nee? 3, 2, 1. We begonnen om 11 uur met de theorieles van Sandra. En na de theorieles van Sandra zijn we doorgegaan naar de theorieles van Nina. We kregen te horen van Sandra welke borstels we konden gebruiken, welke rekkers het beste waren, de producten, kenmerken aan haar. En van Nina leerden we kennen wat het was om smink aan te doen, welke smink, welke borstels, wat wel kan gebruikt worden en wat niet. Ik ga straks wel terugvallen, maar ik zit eventjes in een conference call. Ik kan nu niet bellen. De meeste poriën, zodat deze goed in mijn ogen en bij mijn ogen doet nog niet te veel. Daar gaan we straks nog concealer op aanbrengen. En anders krijg je steeds maar meer en meer lagen op elkaar. En ziet het. We hebben na de theorie hebben we een uurtje middagpauze genomen. En dan zijn we begonnen aan de praktijk. Sandra heeft ons leren haarkrullen met een potlood en een stijltang. Maar ook leren opsteken en leuke dingen met ons haar doen. Nina heeft ons leren het smink aanbrengen. Heeft ons geduid op de concealer trucjes, de contour trucjes, alles die nodig is om er perfect uit te zien. We begonnen daar met de stijltang in te gaan. Ik denk dat je dat zelf oké. Okay. Voilà. Stijltang hebben jullie vast al wel een keer zien voorbij komen op Facebook. Wordt heel veel in de zomer gebruik van gemaakt. Voor de beach look, festivals is dat leuk. Het is een beetje een rommelige. Ja. Zie ik daar nog iemand bezig met. Ah, er zijn nog krullen aan het maken. Ja, 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 ja. Dit is een elektrische krultang. Nou, in de praktijklessen hebben we nog een vragenronde gedaan. En hier en daar natuurlijk wel een beetje gelachen. Het was een hele fijne, aangename dag en ik ben zeer blij dat ik er aanwezig was om het toch te kunnen volgen, ondanks corona bij ons. Bye, dankjewel.